Goedendag allemaal. Het is vandaag 16 februari 2018. Het is nog vroeg in de morgen, het is nog geen 9 uur en de zon die begint al volop te schijnen. We worden echt verwend met het weer. En wat het weer betreft, ja, we zouden het eigenlijk niet beter kunnen wensen. Nauwelijks winter gehad en de kou is uit de lucht, zou je kunnen zeggen. Maar of de kou uit de lucht is voor Carola Schouten, de boerendochter, in verband met de zogenaamde fraudes bij de melkveehouderij, dat is nog maar de vraag. Die kou is nog blijkbaar nog lang niet uit de lucht. Carola, toen ze aan die baan begon, toen ze die functie kreeg aangeboden, toen zal ze waarschijnlijk nooit door haar hoofd hebben laten spelen wat boerenbedrog betekent. Hè? Want ja, dat lijkt er nu toch een beetje op dat dat echt op haar bordje komt. Dat had ze natuurlijk niet verwacht toen ze deze functie kreeg toegespeeld als een soort beloning voor alle bewezen diensten bij de formatie. En ja, we begonnen heel goed met haar, hè? Lofuitingen. Ze werd bijna de hemel ingeprezen en we waren er blij mee. En we zijn er eigenlijk natuurlijk nog steeds heel erg blij mee, want het arme mens kan er natuurlijk ook niks aan doen dat ze door al deze problemen is overvallen. Want ja, dat kon ze natuurlijk ook niet weten. Eerst dat mestprobleem, hè? Dat begon al gelijk. Ze was nog maar net warm binnen op het ministerie of ze kreeg al te maken met die mestfraudes, zoals ze dat noemen. Ja, en toen kwam dat geval met die tweelingkalveren en dat in die identificatie- en registratiesysteem dat dan niet meer helemaal klopt, zoals ze zeggen. Ja, en nou zit ze ermee. En voorlopig is het nog niet opgelost. En toen moesten we ineens denken aan dat bericht dat we in de krant lazen, dat veel jonge vrouwen, carrièrevrouwen zou je kunnen zeggen, last hebben van enorm stress en worden geplaagd door burn-outs. Afgebrand, kachelhout. We zijn nieuwsgierig of Carola daar ook last van heeft, hè? Want ze is ook een jonge vrouw natuurlijk. En de vraag is of ze dat aan zal kunnen. Van de andere kant, dan denken we, ja, ze is een boerendochter. En die zijn over het algemeen behoorlijk hard opgevoed. Hè? Dan ga je natuurlijk, dat hebben we al eens eerder verteld, op een boerderij word je niet gespaard als kind. Daar word je geacht mee te werken op het bedrijf en niet al te flauw om te gaan met van alles en nog wat. De vraag zal nu zijn, heeft ze zo'n rechte rug? En is ze zo stressbestendig? En is ze zo carrièregericht ook, dat ze toch tegelijkertijd zich staande kan houden ondanks al deze problemen die ze nu op haar bordje krijgt? Want we zijn er nog niet vanaf, hè? We weten het. Een aantal bedrijven die zijn gedeblokkeerd, want die waren veel te vroeg geblokkeerd. Ze heeft er excuus voor aangeboden. Heel netjes van haar, want ja, ze kon het ook allemaal niet weten. Ze moet het ook allemaal maar aan die ambtenaren overlaten. Hè? Mensen, boeren onder ons, laten we dat eens even goed begrijpen. Op zo'n ministerie zei dat als minister helemaal niks, 0, niks werd, als je niet op uw ambtenaren kunt vertrouwen. Want ambtenaren, dat zijn toch degenen die aan de touwtjes trekken. Die mogen nog geen kritiek krijgen, maar van mij kunnen ze best wel wat kritiek krijgen, want ze zullen er mij niet op aanspreken. Maar de minister wordt gevoed door informatie van die ambtenaren. Ja, en die willen dan natuurlijk ook weer de een voor de andere struikelend om te laten zien hoe goed ze wel zijn en hoe goed dat ze hun best doen. Die hebben natuurlijk dan al die boeren, waarvan ze ook maar een klein beetje verdachten dat er iets niet klopte, in de ban gedaan. Nou, maar die melkveehouders die zijn dat ook zat, hè. Die zijn zich nu aan het verenigen in een groep om een soort petitie aan te bieden aan de minister. Om te zeggen, ja luister eens hier, dan moet je toch eens recht gaan trekken. Je moet die excuus aanbieden en je moet ons bijna gaan compenseren voor de schade die we hebben geleden. En dan praten we eigenlijk alleen maar over de imago-schade, maar ook nog wel over de financiële schade. Want als jouw bedrijf wordt geblokkeerd, dan zit er daar toch maar mooi mee vast. En ja, achteraf is, kijk, de koe in zijn kont. En hoe toepasselijk is dat die uitspraak nou niet in dit geval? Hè? Achteraf kijkt er een koe in zijn kont, zeggen ze. Dat is waar. En ik denk dat Carola Schouten daar ook nog alles aan moet denken, aan die uitspraak. Dat ze zegt, ja, achteraf kijkt de koe in zijn kont. Want als ze het nog eens een keer opnieuw moest doen, die hele toestand, dan zou ze dat waarschijnlijk op een heel andere manier hebben aangepakt. Maar ja, wat je helemaal hebt gedaan, dat kun je allemaal niet meer terugschroeven. Er is veel te hoog van de toren geblazen in het begin. Waarschijnlijk heeft zij gedacht, kijk, als ik nou maar eens even goed laat zien hoe ik erin sta, dan weet ineens heel de sector dat ze met mij niet kunnen gaan spelen. Ja, en of dat nou zo is, dat weet ik niet. Want ze heeft ontzettend veel imago-schade berokkend
aan de melkveesector en aan de agrarische sector in het algemeen natuurlijk. En nu zitten we met die gebakken peren. En hoe ga je nou die hele moeilijke knoop ontwarren? Want daar zijn die ambtenaren nog steeds volop mee bezig. En natuurlijk zijn er al een aantal bedrijven uitgezeefd, want die hadden helemaal niks misgedaan. Dat waren gewoon kleine andere foutjes. Het is een ingewikkelde knoop waar je voor staat. En toch, ja, hoe staan we nou? We zitten in een week, zou je kunnen zeggen, die bol staat van liegen en bedriegen. Om te beginnen, denken we nou even terug aan die minister Zijlstra. Hè? Ja, die had het natuurlijk helemaal bond gemaakt, die goede man. Hoe kunde achteraf, kijk de koe in zijn kont, ja. Hier had hem weer. Met zijn uitspraken. En hij is gevallen. Hij moest aftreden. Want ja, hij had gesjoemeld. Hij had niet de waarheid gesproken. En in zijn functie kon dat niet. Dan hebben we ook nog deze week natuurlijk die matchfixing. Bij de schaatsport waarover gesproken is. Waar nu ook iedereen ja, heel verontwaardigd over doet. Hè, want ja, dat kan allemaal niet. Enzovoort, enzovoort. En ja, beste mensen. Dat komt natuurlijk toch allemaal ergens terecht. Zou je kunnen zeggen, uit de drang naar prestatie en resultaatgericht werk. Want kijk nou eens naar die, we worden doodgegooid met sport deze week, hè, vanwege die Olympische Spelen in Korea. Als je zelf geen sportman bent, zoals wij hier staan, dan denk je bij je eigen, wat maken die mensen zich in godsnaam druk over om een paar seconden eerder of later ergens op een finish te zijn. En half Nederland staat op zijn kop en juicht, nationalisme ten top, maar dan, laten we het zo zeggen, in de goede vorm. Roofbouw plegen die mensen op hun gezonde lijven. Als jij die ene seconde sneller ergens wil zijn dan de ander die daarvoor was en je alles uit je lijf pompt om dat te halen en daar zelfs dan zo af en toe ook nog eens een keer wat extra stimulerende middelen bij gebruikt, ja, dan pleeg je roofbouw op je lijf en dan zou sport gezond zijn. Laten we die lachen, hè? Dat is niet zo. Maar nou terugkomend, men doet er alles aan om dat resultaat te bereiken, om die prestatie te bereiken. En dat hebben we natuurlijk ook gezien in de landbouw. En Carola Schouten doet dat op haar manier op het ministerie om te scoren, van te laten zien, kijk eens jongens, met mij valt niet te spotten. Over spotten gesproken. Maar ja, nu is die schone landbouw toch een klein beetje in het verdomhoekje gekomen. Want ja, laat ik wel zijn, kijk, de melkveehouder was toch een tak van sport in de agrarische sector waarvan je kon zeggen, nou, die is eigenlijk vrijwel geheel mooi en lief en aardig. Natuurlijk zijn de milieumensen en de dierenliefhebbers bezig om te kijken of die koeien altijd maar in die wei mogen en niet op die stal moeten blijven alle dagen van het jaar. Maar dat komt ook steeds beter. Dus eigenlijk is het de meest schone sector die in de agrarische sector aanwezig is. Maar ja, dat is dan nou helemaal natuurlijk even een andere koek. En nu is de vraag maar, wie krijgt nou in de agrarische sector als volgende weer de Zwarte Piet toebedeeld? Hè? Want we hebben nu de melkveehouderij gehad, maar we hebben de akkerbouw is nog steeds eigenlijk in zoverre vrij van smetten. Alhoewel men daar natuurlijk maar zit te hameren op die boeren die zogenaamd landbouw geven om die gewassen spuiten. Want dat houdt ook nooit van zijn leven op. De varkens en de kippen die hebben we achter de rug. Hè, want daar hebben we natuurlijk de diervriendelijkheid en de stank en de mest enzovoort enzovoort. En de fipronil-affaire. Kortom, het blijft maar doorgaan, maar het komt allemaal toch een klein beetje voort uit de drang naar prestatie, de drang naar meer en de drang naar beter. Maar beter tussen haakjes, in welk opzicht ben je dan beter? Maar het houdt niet op. Hè? Het probleem, de grote Rabobankman, een zekere meneer Wiebe Draaier, mooie naam, hè? Een draaier, een draaikont zou je bijna kunnen zeggen, die plotseling ook al van de toren gaat roepen van wij moeten die frauderende melkveehouders moeten we aanpakken. Als het kan, dan ontnemen we ze hun krediet. Nou, je ziet het al gebeuren. Je bent als boer ijverig bezig geweest, je hebt een paar ton of nog veel meer schuld, noemen we het maar. Maar je hebt natuurlijk een hypotheek. En dan zou de bank gaan zeggen tegen jou vanwege het feit dat jij een paar kalfjes hebt gemanipuleerd, gaan we jouw krediet ontnemen. Wat een lulkoek van die man toch. Maar ja, je moet natuurlijk meedoen in het leger
van heilsoldaten in het leger van, laten we zeggen, bestrijders van de fraude. En daar heeft hij dan toch weer een mooi punt mee gemaakt. Maar tegelijkertijd zei hij erbij, dat zal niet meevallen. En dat snap je natuurlijk ook wel. Al die dreigementen van zo'n Rabobank in deze periode. Dat is natuurlijk helemaal fout. Die man zou moeten zeggen, wij staan achter jullie. Als het moeilijk wordt, dan helpen we jullie. Maar gaan jullie je krediet niet afnemen voor zo'n futiliteit. Allee, hij heeft zijn punt gemaakt, maar hij is toch weer gelijk teruggetrokken. Tot slot zouden we kunnen zeggen, en dat zeggen we dan ook maar even tegen Carola Schouten en al die anderen. Wie kent niet de uitspraak of hetgene wat in de Bijbel staat. Wie zonder zonden is, die grijpen de eerste steen en werpen. Ik denk dat Carola Schouten daar ook nog wel eens aan moet denken, gezien haar religieuze achtergrond. Wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Denk daar maar eens goed over na, mannen en vrouwen. Tot, we zouden zeggen, geniet van dit mooie weer. En laat je kop niet helemaal hangen naar al deze moeilijke zaken. Want ja, het leven gaat gewoon door en er zijn altijd weer ergere zaken. Mannen en vrouwen, zouden we zeggen, oudoe. En tot volgende week.